chugging. I'm chugging. Beste meneer Jan Jambon, wij behoren niet tot dezelfde politieke familie. Maar ik moet u eerlijk zeggen dat ik enorm veel begrip heb voor uw huidige positie. Ik heb enorm veel begrip voor het feit dat u 24 uur per dag bezig bent met de strijd tegen COVID-19. Ik heb ook enorm veel begrip voor het feit dat u de Vlamingen wilt beschermen tegen deze ziekte, zoveel mogelijk dan toch, en dat u de exit-strategie wilt voorbereiden. Ik begrijp dat en ik moet eerlijk zeggen, al zijn we niet van dezelfde politieke strekking, dat u dat eigenlijk al bij al vrij goed doet. Ik heb alleen een probleem met het feit dat een van uw bijjobs in het gedrang komt, namelijk die van minister van Cultuur. Als u 24 uur per dag bezig bent met uw job als minister-president, blijft er geen tijd over voor cultuur. Hoe nefast dat is, dat kunt u natuurlijk elders lezen en horen, maar ik wil u graag een advies geven. Ik stel voor dat u eens rondkijkt in uw regering en dat u zich afvraagt wie er nog wel tijd en goesting heeft om cultuur aan te pakken. Ik geef u alvast uit uw regering mijn persoonlijke top 3. 1. Hilde Krewits. Zij is minister van Innovatie en van Sociale Economie. Dat sociale economie en cultuur dicht bij elkaar aanleunen, dat spreekt voor zich. Maar cultuur, met haar kracht tot creativiteit, is eigenlijk ook de motor van iedere innovatie. 2. Bart Somers. Hij is minister van Gelijke Kansen en dus de man bij uitstek die ervoor kan zorgen dat alle Vlamingen met gelijke kansen aan de start komen bij het begin van de exit-strategie. En als het niet lukt met de vorige twee, kunt u altijd nog terecht bij Wouter Beke, minister van Armoedebestrijding. Ik vraag u vriendelijk en beleefd, meneer Jan Jambon, om mijn advies in overweging te nemen en om het ministerie van Cultuur aan een van de hoger genoemde collega's door te geven. Ik dank u vriendelijk.